Hallo allemaal, welkom bij Robby's Moestuin. Vandaag gaan we maken een zwaantje van appel. Nou, wat hebben we daarvoor nodig? Een aardappelschilmesje, een klein snijplankje en natuurlijk een appeltje. Nou, als eerste gaan we de appel door de helft snijden. Dat doen we op deze manier. Zo, 1, 2, daar is die. Dit wordt de voorkant en dit wordt de achterkant. Nou, zoals je ziet zit hier nog een klein stukje hout. Dat halen we er even uit. Zo. En dan gaan we beginnen met de vleugeltjes. Ik snijd de vleugeltjes, of eigenlijk de onderdelen daarvan, op deze manier uit de appel. Dus ik snij hem schuin in, aan twee kanten, zo, en dan kan ik ze er zo uithalen. Dan leggen ze mooi bij elkaar. Dit doe ik 3 keer. Zo. Je moet wel uitkijken dat je ze niet doorsnijdt, zodat ze breken. Zo, mooi bij elkaar. En dat doen we aan de zijkanten ook. Dus ik snijd er mooie dunne partjes van. Zo. Goed uitkijken dat je niet uitschiet zodat je in je vingers snijdt. Dat is erg belangrijk. De mesjes zijn erg scherp. Zo. Hoppakee. Nou, doen we aan deze kant ook. Nou, daarvoor draai ik eventjes mijn appeltje om. Het gaat dan net ietsje makkelijker. Die zwaantjes zijn hartstikke leuk om een grote salade mee te decoreren. Eigenlijk op te maken. Zeker als je er 2 maakt, dan kan je ze leuk tegenover elkaar zetten. Die aan die kant. Zo. Zo. Dit is de basis van je zwaan. Dan snijden we hier een heel klein stukje uit. Zo. Klein beetje erbij. Zo. Dit hier wordt de plaats van het nekje. Nou, hoe maak ik dat nekje? Van de andere helft van de appel snij ik eigenlijk een heel klein beetje appel eraf. Zeg maar een half vlakje. Niet te dik. Zo, tot aan het klokhuis. En dan buig ik hem naar binnen. Dan kan hij er zo af. Dan ga ik hem insnijden. Zo. En de onderkant een stukje eraf. Zo. Dit moet je niet doen met een hele zachte appel, want dan breekt hij.
pitje uit van de appel. Zo. Nou, dit is best wel een groot pitje. Dus die snij ik heel voorzichtig in tweeën. Zo. En dan doen we met de bruine kant naar boven. En dan druk ik hem zo in de appel. Joep. Beetje tegenhouden. De andere helft ook. Zo. En dat zijn de oogjes. Nou, dan zetten we het nekje erin. En zo maak je een zwaantje van appel.